Waar waren we nu precies weer gebleven? Herinner u, we zijn bezig met de verklarende statistiek. We hebben een normale verdeling ingevoerd. Ik heb het hele verhaal gedaan in de vorige lessen. Dus eigenlijk wat we nu gaan doen, is gaan kijken naar de oefeningen. Wat gaan we doen? Ik heb één oefening die ik samen met jullie een keer wil overlopen, die met het rekentoestel gaat. Dus mocht je uw rekentoestel niet bij u hebben, dan zou ik dat wel even bij u nemen, want we gaan een paar dingen doen met het rekentoestel. En we gaan twee oefeningen die moeilijker zijn, want de oefeningen die eigenlijk, laat ons zeggen, de eerste oefeningen in deze reeks zijn belangrijk, niet zo moeilijk, gaat dat zien. En dan gaan we twee oefeningen maken die wat moeilijker zijn en die ook zonder een rekentoestel moeten kunnen worden opgelost. Ja, dus die gaan we dan een keer behandelen, maar daar heb ik filmpjes voor gemaakt. Dus dat zal vrij vlot passeren, denk ik. Dus we gaan iets doen. Ik denk dat ik in de vorige sessie oefening 2 had gemaakt. Ja, want dat was goed gelukt. Dat was op basis van een rekentoestelcommando. Hè. Nu, de oefeningen 1, bijvoorbeeld 3, noem maar op, die laat ik voor u. Hè. De modelantwoorden trouwens, die gaan ook na deze sessie op Smart School staan. Dat is een bestandje, het staat hier ook open. Hè. Dat is een bestandje dat er zo uitziet, met alle modelantwoorden. Dus dat kan je dan ook een keer bekijken. Dus wat doen wij eerst? Wij gaan eerst een keer kijken naar oefening 4, als ik mij niet vergis. We gaan die een keer bekijken. Eventjes de commentaar aanklikken, zodat ik een paar dingen kan tekenen. Ja, dat duurt ook altijd een tijdje. Zo. En dan kunnen we een keer gaan zien. Dus het gaat over deze oefening. En ja, er mag gerust wat interacties in. Het is niet omdat we met 42 zijn dat dat niet haalbaar is. Ja, hoop ik. Zeker bij ruimtemeetkunde gaat dat ook nodig zijn. Dus we gaan even zien. Het gaat over het gewicht van 10 scholieren. Dat is bij benadering normaal verdeeld. Het gemiddelde is gekend, standaardafwijking ook. En ik wil weten binnen welk interval zich de middelste 70% van de scholieren bevinden. Dus een eerste vraag, het is een vraag waarbij we onze rekentoestel gaan gebruiken, is uiteraard, ja, welk commando gaan we daarvoor toepassen? We hebben daar verschillende opties. Hè. Ik herinner u even aan de normal PDF, dat was hè, de P van plot, hè, om dingen te tekenen. Normal CDF, dat was om calculate, hè, dingen te berekenen. En we hadden ook iets als inverse norm, waarbij de redenering wordt geïnverteerd. Dus waarbij dat je eigenlijk ja, niet het percentage als uitkomst gaat verwachten, maar eerder het percentage als invoer. Iemand die een idee heeft wat we gaan gebruiken en welk percentage we gaan ingeven. Want hier staat middelste 70%. Ja, dat betekent wel iets. Iets dat we misschien nog uit vorige les herinneren. Zou er een voorstel kunnen zijn hoe dat we dat zouden kunnen doen? Het gaat over oefening 4. Dus welk commando gebruiken we? En welke invoer? Zelfs met 42 in de klas is het oorverdovend stil. Stel u voor. Allee, dames en heren, hoe doen we dat? Het is een opwarmertje, dacht ik. De middelste 70. Welk commando en welk percentage? Is dat die inf-norm? Juist. Dat is een stap in de goede richting. Dat is dan van... Wacht, 70. 15 en dan 85. Ja. 15% en dan 85%. Oké, we zijn er. Ja. Dus hier moet je even natuurlijk voor jezelf de berekening maken. Als je de middelste 70% wilt respecteren, want dat is gevraagd, dan moet je altijd gaan kijken, het complement, wat schiet daarover? Daar schiet 30 over. Maar die 30 zijn natuurlijk verdeeld over twee staarten. Dus 2 keer 15, want dat is perfect symmetrisch. Nu, als je het inf-norm-commando gebruikt, we gaan dan een keer bekijken op ons rekentoestel, waar vinden we dat terug? Second distribution. Dan ga je even gaan kijken. Hè. Dus we hebben daar de inf-norm, dat is de derde. Dus we gaan die even gaan aanklikken. Voilà. Dan moet je de area ingeven. Nu, belangrijk is, als je de area ingeeft bij inf-norm, dat dat altijd aan de linkerkant gelegen is. Je kan dat niet veranderen. Er bestaat geen instelling in je rekentoestel om dat aan de rechterkant of op dat centraal te zien. Dus je moet voor jezelf een klein beetje gaan rekenen. Dus als je de middelste 70% wilt bekijken, dan moet je eigenlijk gaan zeggen van hoeveel zit ik dus links. Nee, links zit 15%. Dus dat is wat we gaan ingeven. Dus we geven 0,15 in. Dus je geeft je percentages uiteraard altijd in als een getal tussen 0 en 1.
Dan volstaat het nog om het gemiddelde en de standaardafwijking in te geven. Het gemiddelde was 69 en de standaardafwijking 2,5. Dus dat moet ook lukken, hè? Dus 69. En de standaardafwijking was 2,5. En dan kunnen we dit plakken. En dan gaan we dit ook kunnen berekenen. En dan vinden we bijvoorbeeld dat dat 66,4 is. Dus dat betekent dat dat de ondergrens is, ja, van die middelste 70%. Nu, op dezelfde manier kunnen we natuurlijk nu gaan kijken wat de bovengrens is. Als je de bovengrens bekijkt, dan moet je naar de rechterkant kijken. Dus dat betekent dat je 70 centraal wilt houden en 15 links. Want we hebben net uitgerekend dat er dan 15 links zit. De som van die twee levert mij het totaalpercentage dat we nu aan de linkerkant moeten houden. Dus als je de berekening nogmaals doet, second distribution, we gaan infnorm nemen, dan betekent dat dat we nu niet 0,15, maar uiteraard 0,85 links moeten houden. Dezelfde gegevens zijn van toepassing, want het is dezelfde oefening. En dan bekom je 71,6. Merk op dat die twee percentages, kleine, sorry, het zijn geen percentages, hè. Ja, sorry, een belangrijke fout. Dit zijn, als ik me niet vergis, wat wordt het nu weer? Lengtes? Het gewicht, sorry. Dit zijn, ja, lengtes, het zou niet veel zijn, hè. Dus dit zijn gewichten. Merk op dat die twee gewichten, kleine controle, dat die symmetrisch moeten zijn. Symmetrisch ten opzichte van mijn gemiddelde. Mijn gemiddelde was 69. Nu moet man ik zelf, ik moet dat snel uitrekenen, hè. Ten opzichte van die 69, hè, hoeveel zijn we hier gezakt? Dat gaat ongeveer over een 2,6. Dat betekent ook dat we hier, als we bij die 69 die 2,6 zouden gaan bijtellen, dat we inderdaad die 71,6 bekomen, hè. Dus die symmetrie moet uiteraard voldaan zijn, omdat je die 70% centraal wenst te behouden. Oké, dus de eindconclusie van dit verhaal is, als je dan het modelantwoord bekijkt, en dan heb ik hier die twee commando's ook een keer ingevoerd, en dan zie je dat tussen 66,41 en 71,59 kilogram de middelste 70% van de studenten zal zitten. Allee, het gewicht daarvan tenminste. Snap je dat? Dit noem ik basic, hè, mensen. Dus dat is in de categorie, we geven de punten weg, hè. Dus je moet zorgen dat je die commandotjes wel goed kent, dat je daar vlot mee omspringt en dat je dat ook kunt berekenen. Hè. Er staat ook zo'n oefening in je taak, je gaat dat zien, de laatste oefening over de zalmen, dacht ik. Is iets waarbij dat je ook op die manier aan de slag moet. Oké. Dan gaan we het iets moeilijker maken, we gaan even kijken. We hebben hier een leuke oefening en dat is die laatste oefening die hier staat, tenminste de laatste van deze pagina. Oefening 5, dat laat ik weer voor u. Hè. Dat is helemaal niet moeilijk, hè. Probeer dat zelf maar een keer. Maar oefening 6 is wel een toppertje, een belangrijke oefening. Ik heb er een filmpje van gemaakt. Je weet, filmpjes. Ja, hoe werkt dat? Die filmpjes die zijn opgenomen, die zijn ook ingesproken door mij, dus die staan reeds op YouTube. Waar vind je die? Je vindt die onder de digitale links, dus de digitale lessen. En daarbij het extra materiaal. Er staat zo onderaan een map met extra materiaal, filmpjes en dergelijke. Daar zal je ook deze oefening terugvinden. Oefeningen zijn netjes genummerd, dus dat kan geen probleem zijn. Dus laten we eens even bekijken. We hebben twee verschillende klassen. En daar wordt eenzelfde toets afgenomen. Dat is iets dat in mijn praktijk natuurlijk heel vaak terugkomt. Hè. Dat kunt u wel voorstellen. Nu, in klas A, hè, zijn die scores normaal verdeeld. Gemiddelde 6, standaardafwijking 2. En let op die notatie, norm 6, 2. Dus eerst staat het gemiddelde, dan staat de standaardafwijking. In klas B ook, maar die gemiddelden zijn wat anders. Die liggen op 6,5 en een halfje wat de standaardafwijking betreft. Jeroen zit in A. Voilà, dat is klas A. Zien we? Die ziet er zo uit, hè? Dus ik heb eventjes de tekening gemaakt die daarbij hoort. Dus een normale verdeling. Ik heb een gemiddelde van 6, ik heb een standaardafwijking van 2. Je zou nog moeten weten, die standaardafwijking, die overdekt een heel percentage. Als je eentje afwijkt, één standaardafwijking afwijkt ten opzichte van het gemiddelde, dan zit je eigenlijk aan het buigpunt. Hè? Je herkent dat ook. Hè? Als je hier kijkt op deze grafiek, ja, dit is net de positie, hè, van het buigpunt op die tekening. Ik heb die tekening even gemaakt met mijn computer, gewoon om even u mooi te kunnen tonen waar dat buigpunt zich bevindt, uiteraard. Nu, die klas B, die gaat er wel wat anders uitzien. Is er iemand die een voorspelling zou kunnen maken? Hoe zou die kromme er anders kunnen uitzien bij klas B? Kan je dat een beetje beschrijven? Dat is een leuke vraag ook. Hoe zou die kromme bij klas B eruit zien? In vergelijking met klas A. Veel smaller. Veel smaller, oké. Okay. Inderdaad, die gaat veel smaller zijn. En je mag dat rustig letterlijk nemen, want dat heb ik hier ook eventjes gedaan. Jullie kunnen die schets, nu is dat met een computer gemaakt uiteraard, dus dat is eigenlijk
beter kun je het niet hebben. Maar ik ga er ook vanuit dat je dat wel een beetje met de losse pols zou kunnen schetsen. Hè. Mocht ik gewoon lesgeven aan een bord, ja, dan ga ik dat standaard gewoon aan een bord gaan tekenen. Hè. Dat is niet dat je een computer nodig hebt om dit te maken. Ja. Nu, je ziet hier heel duidelijk die scherpe curve, hè, die heel wat steiler is. Dus wat stellen we vast, dat gemiddelde ligt iets meer naar rechts. Hè. Enfin, dat zien we niet op die tekening, maar dat zou wel zo zijn. Die standaardafwijking is veel kleiner. Dus dat betekent de spreiding is veel kleiner. Dus er moet zich meer volk gaan ophopen rond dat gemiddelde. Dus dat heeft ook als gevolg dat je piek uiteraard stijgt. Hè. Dus dat je een hogere piek hebt. Ja, dat is nogal evident, omdat je natuurlijk... Je moet er altijd van uitgaan dat de oppervlakte onder je kromme, die moet één zijn. Ja, dus iedereen moet daaronder. Hè. Iedereen moet onder die kromme passen. Dus als jij een kleine standaardafwijking hebt, ja, goed, dan moet er zich meer volk rond dat gemiddelde gaan bevinden. Dat zijn zo de conclusies die we gemaakt hebben uit de vorige les. Goed, wat gaan we nu doen? We hebben die twee grafieken apart staan. Maar wat wil ik nu doen? Ik wil eigenlijk appels met peren vergelijken. Hè. Dat is een beetje ambetant. Ik wil die twee grafieken, ik wil zien wie heeft het beste gescoord, hè, de een ten opzichte van de andere. Nu kan ik de volgende populaire redenering toepassen. Ja. Misschien redeneer je als volgt en zeg je, ja meneer, dat is geen moeilijke vraag, want Jeroen die zit in klas A, die heeft 8 op 10. Die zit eigenlijk 2 punten boven het gemiddelde. En als ik kijk naar Dieter, die heeft ook 8 op 10, maar die zit in klas B maar 1,5 punt boven het gemiddelde. Dus heeft Jeroen het beter gedaan dan Dieter. Wat vind je daarvan, van die redenering? Zou die redenering correct kunnen zijn? Jeroen scoort 2 punten beter dan het gemiddelde. Dieter die scoort slechts 1,5 punt beter dan het gemiddelde. Dus zou ik zeggen, Jeroen die heeft de beste score. Denk het niet, want de standaardafwijking bij Jeroen is 2, dus dat is normaal om dan 8 tot 10 te hebben. En bij Dieter is maar 0,5, dus is 1,5 meer hebben al beter. Zeer goed. Ja, goed. Mooi geredeneerd. Ja, gewoon intuïtief, hoor ik. Ik hoor u niet te veel, ik hoor u niet zeggen van ik heb mijn rekentoestel gepakt, ik heb het een en ander uitgerekend, wat eigenlijk ook zou kunnen, hè, trouwens. Maar je redeneert gewoon wat intuïtief. Nu, om dat eventjes toe te lichten, wat ga je eigenlijk doen? We gaan die twee grafieken gewoon samenvoegen tot één grafiek. Ja, dus in principe is dat een kleine moeite, dat is wat knip- en plakwerk. En dan krijg je het volgende verhaal, als je die twee keer gaat samenvoegen, dan ga je zien dat je eigenlijk de twee ook onderling perfect met elkaar kunt gaan vergelijken. Als alles goed gaat, dan zou die grafiek er wel eraan moeten aankomen. Dus waarbij we klas A en klas B gaan samenzetten. Voilà, dan krijgen we dit. Snap je? Dus we gaan dat nu een keer bekijken. Eigenlijk is dat gewoon die twee samen. En dan zie je, ik heb die score, die 8 op 10 heb ik ook een keer aangeduid. Hè. Die 8 op 10 die bevindt zich daar. Ja. Die blauwe lijn eigenlijk. En doordat je de twee grafieken bij elkaar zet, gaan we nu heel mooi het verschil zien tussen ja, de score van Jeroen en die van Dieter. Want de score van Jeroen en Dieter die liggen allebei op 8 op 10. Maar als je nu kijkt naar onze vriend Jeroen, dan moet je kijken naar de zwarte kromme. En dan stel je vast dat de oppervlakte die zich rechts van die blauwe lijn onder die zwarte kromme bevindt, dat is hier, hè? Dat is de oppervlakte die zich hier bevindt, ja, die is eigenlijk nog relatief groot, hè? Ja, die is eigenlijk nog een relatief groot deel van mijn kromme. Dus dat betekent, wiskundig gezien, dat er eigenlijk nog redelijk wat mensen zitten. Er zijn dus nog redelijk wat mensen die minstens een score gehaald hebben van 8 op 10 in die klas. Terwijl als je kijkt naar Dieter, ja, dan moet je dezelfde redenering maken, maar voor de rode kromme. En dan zie je denk ik wel het verschil, want de oppervlakte die naast die blauwe zit, onder die rode, ja, die zie je bijna niet. Die is zo goed als nul. Dus dat betekent concreet dat er eigenlijk niemand is die effectief zo'n straffe score heeft gehaald als Dieter. Ja. En dat is het grote verschil. Zo kan je het eigenlijk intuïtief gaan zien. Dus dat is één optie. Dus dat je het eigenlijk doet op basis van oppervlakteberekening. Je zou dat ook kunnen doen met je rekentoestel. Hè. Als je gewoon een normal CDF gaat berekenen, vanaf 8, bij gemiddelde 6 en standaardafwijking 2, en je gaat van 8 naar plus oneindig, ja. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen van 8 tot 10, hè. Dat is even goed, dat maakt niet uit. Dan ga je zien dat je daar een redelijk groot percentage krijgt. Je moet dat maar een keer thuis berekenen. Terwijl als je dat gaat doen voor Dieter, dus met dezelfde gegevens, dus vanaf 8 tot 10, waarbij het gemiddelde 6,5 en standaardafwijking 0,5, dan gaat die score zeer klein zijn. Dus dan gaat dat percentage zeer klein zijn. En dat benadrukt inderdaad dat de score van Dieter in dit verband veel uitzonderlijker is dan de score van Jeroen.
Nu, er is ook nog een heel korte manier om dit na te rekenen, en dat wil ik u ook nog een keer tonen, waarbij dat je eigenlijk zelfs geen gebruik maakt van grafieken. Waarbij dat je wat men gaat noemen de z-score gaat berekenen. Zo noemt men dat, met je eigenaardige naam misschien, de z-score. Nu, hoe doe je dat? Wel, ik heb dat hier twee keer gedaan. Ik heb het enerzijds voor Jeroen gedaan en anderzijds voor Dieder. Als het gaat over Jeroen, hoe doen we dat? We nemen de score van Jeroen, dat was 8 op 10. We bekijken het verschil met het gemiddelde, dus 8 min 6, dat was die 2. Hè. Maar nu komt het, en dat is uiteraard belangrijk, we gaan dat verschil gaan uitzetten tegenover de standaardafwijking. Dus we gaan delen door de standaardafwijking. En dan bekom ik 1 in dit geval. Nu, wat is de betekenis van die 1? Zeer eenvoudig. Betekent dat de score van Jeroen, dat die 1 standaardafwijking boven het gemiddelde ligt. Klopt ook, hè? Kijk naar de blauwe lijn. Die ligt exact ook hier, in die blauwe lijn, eigenlijk. En die ligt dus 1 standaardafwijking boven het gemiddelde. Dus in die zin is dat niet zo uitzonderlijk. Dat is ook hetgeen dat de persoon die geantwoord heeft, eigenlijk zei. Hè? Die was eigenlijk van nature ook zo aan het rekenen. Van, dat is niet zo uitzonderlijk. 1 standaardafwijking boven het gemiddelde, dat valt goed mee. Nu, als je kijkt bij Dieter, is dat wel wat indrukwekkender. Want dan heb je 8 min 6,5, dat is 1,5. Dat ga je delen door 0,5, standaardafwijking. Dan krijg je 3. Dus dan zie je dat dat veel extremer is. Er zitten 3 standaardafwijkingen boven het gemiddelde. Dus eigenlijk kort gezegd, met je z-score kan je heel makkelijk 2 verschillende verdelingen met elkaar vergelijken. En de regel is, hoe hoger de z-score, hoe uitzonderlijk de observatie. Hoe uitzonderlijker, sorry, de observatie. Dat is eigenlijk het enige wat je daarover in dit verband moet kunnen onthouden. Maar ik vind het ook mooi om met die tekeningen een keer aan te geven, en je kan het zelfs ook met je rekentoestel doen, dus heel veel interpretaties van hetzelfde probleem. Eigenlijk, hè. Daar komt het op neer. Oefening duidelijk? Ja, het zit goed in elkaar, hè. In principe die theorie. Nogmaals, dat is zeker niet het moeilijkste onderdeel van de leerstof, denk ik. Oké, dan heb ik nog een tweede oefening voor jullie. Dan heb ik je bladeren. Trouwens, oefening 7. Hey, met de uitleg die ik u nu gegeven heb, moet je 7 echt zelf gaan doen. Ik ga daar kom ik niet op terug. Dat is een vraag van het toelatingsexamen arts standaards. Dat moet je zelf kunnen. Ja, denk aan de uitleg die ik je gegeven heb. Ja, het feit dat de oppervlakte onder een kromme vanaf een bepaald moment, vanaf een bepaalde lijn, ja, dat dat eigenlijk de kans is dat iemand een score heeft die minstens even groot is als bijvoorbeeld T of S in dit geval. Dus dat moet je zelf een keer gaan proberen. Ja. Ik denk dat de eindoplossing ook tussen de oplossingen staat. De uitwerking niet, dus moest dat een probleem zijn, spreek mij daar zeker over aan, maar ik ga ervan uit dat je dat zelf een keer probeert. We gaan naar oefening 8, en dat is de laatste oefening uit de cursus, aangezien dat je weet dat de cursus eigenlijk maar tot hier loopt. Hè. Het tweede deel, of het laatste deeltje, was uitbreidingsleerstof, die gaan we dan uiteraard niet zien, gezien de huidige omstandigheden. Dus we gaan even kijken naar die oefening, daar hebben we ook een filmpje van gemaakt, dacht ik. Maar wat zit het? Wacht, hè. Skontjes. Hè. Ja, we moeten hier aan zijn. Jeroen en Dieter hebben gehad. Dus het is dit. Ja. Oké, okay, dus we gaan even kijken. Oefening van het toelatingsexamen arts standaard. Ja, merk op, daar hebben zij de gewoonte om die 68, 95, 99,7% regel expliciet te vermelden. Dus ze geven nu die cadeau, eigenlijk. Nu, ik had u gezegd, van ik ga er eigenlijk wel vanuit, als je daar ooit een toets zou van maken, dat je dat eigenlijk weet, dat je dat vanzelfs weet. Ja, dus zorg dat je dat van buiten weet. Hè. 1 standaardafwijking afwijken, 68% overdekt. 2 afwijken, 95. 3 afwijken, 99C. Oké? Okay? Nu ga ik je lezen, het gaat over een bepaalde bevolkingsgroep. Die Q is normaal verdeeld. 16% heeft een IQ van minder dan 95. 2,5% heeft een IQ van hoger dan 125. Ik kies 2 mensen. Wat is de kans dat minstens 1 van beide een IQ heeft hoger dan 115? Dit is een pittige vraag, hoor. Dus daar moeten we even over nadenken. Het is iets moeilijker om dit te gaan berekenen. Nu, in eerste instantie, wat valt er mij daarop? Ja, je kent misschien wel die percentages, dus die 68, 95, 99, 7, maar die 16, ja, dat zegt mij misschien niet zoveel. En die 2,5 misschien ook niet. Dus wat ik hier een keer zou aanraden, is een extra grafiekje waarin ik een aantal extra percentages heb gezet. Want die 68, 95, 99, 7, ja, als je dat goed interpreteert, dan kan je daar eigenlijk ook nog een heleboel andere percentages aan koppelen. Ja. En dat ga ik u een keer laten zien in dit verhaal. Dus ik heb die grafiek een keer ingevoerd. Kijk, voilà. Dus is dit grafiekje. Je moet dan een keer goed gaan bekijken. Dat is wel een belangrijke grafiek. Ja. Om dit soort oefeningen te maken, heb je die wel nodig.
Dus wat zien we? Bijvoorbeeld die 68, waar zit die? Ja, die zit eigenlijk symmetrisch rond dat gemiddelde. 2 keer 34. Oké? Okay? Dus dat is één standaardafwijking afwijken. Nu gaan we redeneren. Als we naar 95 gaan, dan gaan we 2 standaardafwijkingen afwijken. Nu, het verschil tussen die 2, tussen die 68 en die 95, is 27. Dus dat wil zeggen, als ik dat deel door 2, dat er 13,5% hier moet zitten en 13,5% daar. Dus, snap je? Dus 2 standaardafwijkingen, dan heb je die 68 plus 2 keer 13,5. Nu, op dezelfde manier kan je verder rekenen, want dan hebben we nog 99,7. Dus dat betekent dat we 4,7 tekort hebben tussen die 2. 4,7 deel door 2 is 2,35. Dat is misschien moeilijk leesbaar voor jullie. Maar hè, als je straks het filmpje nog een keer op YouTube bekijkt, ga je het wel zien. Maar hier staat 2,35%. In die kleine staartjes, hier, zit dus 2 keer 2,35%. En vergeet nu niet, wordt soms vergeten, maar we overdekken met 3 standaardafwijkingen slechts 99,7%. Dus 0,15% zit, ja, kan het er niet meer in noteren, het is te klein. Maar het zit daar. Dus in die linkerstaart en die rechterstaart moet die 0,15% ook gelegen zijn. Dus ik geef u het advies als je... Ja, uw percentages dan toch studeert, 68, 95, 99, 7. Maar studeert dan gewoon die grafiek. Hè. Als je die grafiek kent, dan kan je het allemaal. Hè. Dan heb je alle percentages meteen samen. Ja. Wat gaan we nu een keer doen? We gaan een keer proberen op basis van die percentages te gaan zien waar dat die getalletjes 95, 125, 115, waar dat die getalletjes nu moeten staan. Er staat daar bijvoorbeeld 16% heeft een IQ van minder dan 95. Nu, waar vind ik die 16% terug? Wel, ik heb hier al die 13,5. Ik moet alleszins naar links kijken, want het is minder dan. Ik heb die 2,35. En ik heb die 0,15. Nu, als je die allemaal bij elkaar gaat optellen, 13,5, 2,35, 0,15, dan kom je natuurlijk exact aan die 16. Ja? Je kon het ook nog wat eenvoudiger zien, hè, als je dat wat moeilijk vindt. Ja, kijk maar een keer, 68% wordt overdekt, 1 standaardafwijking. Dan schiet er 32 over. Ja, 32 gedeeld door 2, 16 links, 16 rechts. Zo heb je het ook. Maar dat betekent natuurlijk dat we die 95 meteen kunnen vastleggen. Hè. Die 95 die moet daar liggen. Dat kan niet anders. Die moet daar liggen, op die positie, want die 95 moet 16% links houden. Oké? Okay? Nu, waar zou die 125 dan kunnen liggen? Wie zou daar een voorstel hebben? Waar zou die 125 kunnen liggen? Dan luister ik even naar jullie. Waar zou die 125 kunnen liggen? Kijk, goed kijken. 2,5% haalt een IQ van hoger dan 125. Is er een voorstel? Op de voorlaatste stippellijn. Ja, dat is goed. Dank u wel. Dat is correct. Dus we gaan een keer kijken. Inderdaad, die 2,5%, wat is dat? Ja, dat is eigenlijk de som van die 2,35 en die 0,15. Dat klopt. En dus, ja, hoger dan. Dus dat betekent dat we net op die voorlaatste stippellijn moeten gelegen zijn. Dus dat die 125, die zal daar moeten liggen. Je kan het opnieuw wat eenvoudiger zien als je dat liever hebt. Die 95 wordt overdekt door 2 standaardafwijkingen, herinner u, 95%. Er schiet 5% over, 2,5 links en 2,5 rechts. Dus die 125 ligt daar. Nu, hieruit volgt een staalsel. Hè. Als je dat goed kijkt, dan volgt dit staalsel. Ik zie dat mu min sigma moet blijkbaar 95 zijn. Ja, dat klopt. Hè. Als ik eentje naar links ga, 1 standaardafwijking, heb ik 95. Als ik er 2 naar rechts ga, dan heb ik 125. Dus mu plus 2 sigma is 125. Dat is een mini-staalsel. Kan je snel oplossen, denk ik. En dan krijg je als uitkomst voor mu en sigma, gelijk welke methode je daar gebruikt, respectievelijk 105 en 10. En dat betekent dat de 115, waarover sprake is in de opgave, daar staat ze, die 115, ja, dat ik die nu ook perfect kan zetten. Hè. Die 115 die moet daar staan. Dus die staat 1 standaardafwijking naar rechts ten opzichte van mijn gemiddelde. En nu kan ik mijn vraag gaan beantwoorden. Want daar heb je natuurlijk nodig. Hè. Je moet de mu en de sigma kennen om de vraag te kunnen beantwoorden. Ik wil de kans berekenen dat er minstens 1 IQ groter is dan 115. Dit is wel belangrijk. Hè. Dit is een mooie oefening, want je gaat minstens, hoogstens, we gaan gebruik maken van de complementregel. Dat is hier verstandig. De kans dat er minstens 1 een IQ heeft van minstens 115 is eigenlijk
100% één, min de kans dat beiden een IQ hebben van lager dan 115. Hè. Dat klopt. Hè. En dan is het niet meer zo moeilijk. Wat is de kans dat je een IQ hebt van lager dan 115? Dat vraag ik aan jullie. Stel dat ik één persoon heb uit die reeks, wat is dan de kans dat ik een IQ heb dat lager is dan 115? Gebruik de informatie op de grafiek, zou ik zeggen, en tel een beetje. Hoe groot zou die kans kunnen zijn? De kans dat iemand een IQ heeft van lager dan 115. Dat is een beetje tellen. Dat geloof ik. Ja, dank u wel. Dat is inderdaad 84%. Dat klopt, hè. Want lager dan 115, dat is 34. Plus 34, 68. Plus 13,5, plus 2,35, plus 0,15. Alles wat links zit. Ja. Dus met andere woorden, dat telt allemaal samen, dat is 84%. Nu, ik heb er twee. Ze moeten allebei daaraan voldoen. Allebei een IQ hebben van lager dan 115. Dus dat betekent, ja, de eerste heeft een IQ van lager dan 115. En de tweede, dus moeten we 0,84 maal 0,84 doen. Hè. Dus dan krijgen we 1 min 0,84 in het kwadraat. Hè. En dit kunnen we dan verder uitrekenen en vereenvoudigen. Dus dat moet ook lukken. Ik denk dat dat het einde is van dit verhaal. Dus we krijgen dan 1 min 0,84 maal 0,84. En, ja, dat is nog een leuk gegeven. Dan vergt het wat leuk cijferwerk om uit te rekenen dat dat 29,44% is. Ernst, ga ik ervan uit dat jullie nog wel 0,84 maal 0,84 kunnen berekenen. En dan 1 min dat getal doen. Merk op, het is een vraag van de toelatingsproef, dus men gaat er wel vanuit dat je daar geen rekentoestel voor gebruikt. Hè. Dus ja. Moet je dat maar een keer proberen, om te zien of je dat nog kunt. Dat was het. Is het een beetje duidelijk? Laatste oefening is iets moeilijker. Hè? Ik geef dat toe, is iets moeilijker. Maar goed, het is wel belangrijk, vind ik. Dat een beetje, ja, het vat een beetje, bijna allereerst of samen. Hè? Omdat je daar hebt een normale verdeling in, je hebt een staalseltje erin. Je gaat wel rekenen met de complementregel. Je moet, moet wat kansrekenen kunnen doen. Dus ja, ik vind dat wel een interessante oefening. Dus zeker en vast nog een keer goed op je gemak bekijken. Dat is het einde.